Soldaten, ik had vandaag best een leuk idee, al zeg ik het zelf. Ik keek naar de content op FIFA en er was in principe niks behalve een speler SBC van John Stones. Even in het kort, die kaart vond ik het niet waard om een hele video omheen te maken. Maar toen ging ik nadenken van oké, het is weer een speler SBC en we zitten net in het nieuwe jaar. Maar er zijn al meer dan 50 verschillende speler SBC's geweest. En dan tel ik Icon SBC's niet eens mee. In deze video ga ik een rangschikking maken van alle speler SBC's die tot nu toe op FIFA 21 zijn langsgekomen. Mocht je dit een leuk idee vinden, dan like even deze video. Trouwens, momenteel doe ik een 10 euro PSN kaart giveaway op mijn Instagram. Kleine giveaway, mocht je mee willen doen. Het kan nog een paar uurtjes, dus ga even checken. @steinwally op Instagram in mijn story en dan weet je wat je moet doen. Daar zijn we bij de tierlist. Heel veel kaarten, 5 verschillende ranks die we hebben. Ik heb zelf gekozen voor fenomenaal als allerbeste rank, zeg maar. Dan netjes, ertussenin, matig en belachelijk. Wat mij betreft komt Acuña te staan in ertussenin. Hij heeft een upgrade gekregen, maar dat wist je van tevoren natuurlijk niet. Aguero, matig, goede kaart, maar redelijk duur. Alessandrini, fenomenaal. En dan gaan we toch redelijk snel al een kaartje in die allerhoogste rank stoppen. Alessandrini met zijn land top, 4-ster, goede stats, was niet al te duur, dus fenomenaal. Ja, waarom niet? Felipe Anderson, voor mij is dat denk ik matig, want ik weet niet. Ja, er zijn al meer linksbuitens. Ansaldi, ook matig. Is geen slechte kaart, maar ja, kijk, en natuurlijk, ik kan niet alle SBC's nog in mezelf ophalen van wat de prijs precies was en of dit nou allemaal waard was, maar ik doe het een beetje op mijn lange termijn geheugen. Ansu Fati, netjes. Ik heb hem zelf gehaald, net als Alessandrini, en Ansu Fati was wel duur op het begin, maar hij was er voor een maand en hij werd steeds het meer waard, zeg maar. Aouar, fenomenaal. Weer een Fransman die in die rang komt te staan. Een speler die op heel veel posities uit de voeten kan. Niet al te duur. En ja, past gewoon heel goed binnen de meta. Vervolgens weer een speler uit Ligue 1 die in fenomenaal komt. Road to Final Atal was niet heel duur. Natuurlijk, hij heeft geen upgrades gekregen. Maar op dat moment wist je dat niet. Leon Bailey, denk ik weer matig. Niet echt een speler waar ik heel warm van werd of zo. Dus Bamba is de eerste die ik in belachelijk ga zetten. Want een hele goede kaart, maar echt absoluut overpriced. Calvert-Lewin, denk matig. Ja, hij was niet duur, maar ook niet echt een super goede kaart. Wang Hee-chan ertussenin, denk ik. Coquelin, ja, wel matig. Moet een beetje opletten dat matig niet te snel te vol gaat raken. Maar Coquelin, ook al had hij de upgrade wel ontvangen, had hij nog steeds hier gestaan, want hij was gewoon te duur, vond ik. De Naier ertussenin, dat toch. De Naier is helemaal geen slechte kaart, maar hij is gewoon moeilijk met linken. Memphis voor mij ook ertussenin. Beetje hetzelfde verhaal als De Naier. Ook hè, 2 clubgenoten daarbij. Lyon. Forsberg, nou, ertussenin. Ik had Forsberg gehaald. Had ik misschien beter niet kunnen doen. Matig vind ik overdreven. Kaya. Denk matig. Een beetje zo'n rare kaart, weet je wel. Ik kan me niet voorstellen dat veel mensen Kaya gehaald hebben. Gnabry voor mij, die komt in ertussenin. Goeie kaart. Wel duur, maar op zich gewoon een uitstekende speler. Herrera komt voor mij, denk ik, ook in ertussenin te staan. Het is best een aardige middenvelder, dus en trouwens, Atletico kan nog ver komen. Misschien in de Champions League. Immobile. Ik ga hem in belachelijk zetten. Hij was zeg maar 90k of zo, maar zo'n kaart als Immobile, zo slecht eigenlijk in FIFA begrippen, zou wat mij betreft gewoon 25k moeten zijn, 30k. En trouwens, om gewoon meteen verder te gaan in belachelijk, Isco, 100% belachelijk, te duur, slechte kaart. Schwafelix, netjes, weer een player of the month van La Liga die ik heb gehaald en die ook in de netjes categorie komt staan. Ja, duur, maar ja, ook heel erg goed en heel erg meta, dus vandaar op die plek. Kedira, ook netjes, niet super duur, geeft een linkje aan een paar Duitsers en ook aan Ronaldo, dus ja, ik vind dat een logische plek. Koscielny, ja, ertussenin. Ik heb redelijk wat mensen hem nog zien gebruiken. Kramaric. Nou, wat mij betreft ertussenin. Laimer. Voor mij is dat matig, omdat Mukiele is een rechtsback van Leipzig die heel veel mensen al hadden. En daarom was Laimer een beetje overbodig. Lala, belachelijk. Rare kaart. 3-ster. Lewandowski. Ik denk toch matig. Weet je, nog steeds wel duur en te weinig pace om echt goed te zijn. Madison. Ik ga niet zeggen belachelijk. Ik denk gewoon matig. Hij blijft onthouden. Ik heb het niet over de speler qua stats, maar een beetje de combinatie van de kaart die je krijgt voor de coins die je betaalt. Malong, belachelijk. Rare kaart. Heel moeilijk linkjes. Marquinhos, ik denk fenomenaal. Ja, want Marquinhos was een hele goede optie om te linken dan met Neymar en met Mbappé en andere Brazilianen. Matuidi ga ik denk ik toch in belachelijk plaatsen, omdat Matuidi was niet super duur, maar het is een MLS kaart en ik weet niet. Morgan, netjes. Je kunt zeggen
zeggen van, ja, Stijn, het is een zilveren kaart, maar voor de Silver Stars Objectivized Premier League, hij was niet heel duur. Mount wel weer belachelijk, gewoon een slechte kaart. Lucas komt voor mij ook in belachelijk te staan. Is ook weer een speler die je best wel bij matig zou kunnen plaatsen, maar ik vond dit gewoon zo'n rare prijs. Hij was bijna 250k en dat vind ik hem gewoon echt niet waard. Dus Navas ook in belachelijk, een kaart die gewoon echt niet goed is. Hoe heet deze kerel? Niane, volgens mij. Ik denk gewoon matig, ja, niet een hele bijzondere kaart of zo. Diox, Oxlade-Chamberlain, sowieso in belachelijk, absurd duur en helemaal niet zo heel erg goed. Oyarzabal komt voor mij in matig, denk ik. 3-set, 3-ster. En dan moet je wel heel erg goedkoop zijn, wil je nog in een hogere rank binnen deze tierlist vallen. Politano, netjes, op zich een prima kaart. James, ja, ik denk er tussenin. Alexandro is voor mij, denk ik, matig best een dure kaart voor een speler die natuurlijk wel upgrades ontvangt, maar hij is niet al te snel en dat is niet slecht, maar ik denk dat matig wel redelijk is voor die speler. Thiago Silva, ook matig, gewoon een hele slechte kaart en hij was goedkoop, maar dan nog steeds, wat moet je ermee? Heung-min Son, ik denk er tussenin, wel echt een hele goede kaart, ook duur, maar John Stones is vandaag uitgekomen, matig wat mij betreft, want je kunt ook gewoon Virgil halen en die is iets duurder, maar ook wel echt minstens zo goed en tradable. Stoppelkamp, matig, weer een zilveren kaart die, zeg maar, niet slecht is per se, maar ook niet super makkelijk te linken als je hem vergelijkt met zo'n Morgan bijvoorbeeld. Anderson Talisca, ben ik een beetje vergeten. Volgens mij was die wel netjes, dacht ik. Tonali ertussenin, was goedkoop, pak niet veel upgrades natuurlijk, maar ja, ik had hem ook gehaald. Hij was zo simpel dat ik dacht van ja, hè, waarom niet? Adama, ook gewoon ertussenin, wel duur, maar ook echt een hele goede linksback. João Vitor, of hoe je dat uitspreekt, wat mij betreft matig, want redelijk duur voor een speler die wel een 5-star weakfoot heeft, maar ja, toch Wolfsburg. Niet heel veel mensen spelen Bundesliga en zo, en nou, ik weet niet. Wan-Bissaka, absoluut belachelijk wat mij betreft, want een hele goede speler, maar wel gewoon echt veel te duur. En Witzel komt bij netjes te staan. Het kan heel erg goed dat jij nu denkt van, hé Stijn, waarom staat hij daar en hij daar, weet je wel. Ik heb het ook even allemaal maar heel snel zo gedaan en gewoon nagedacht, de keuze gemaakt, de knoop doorgehakt en gewoon spelers in een rank geplaatst. Maar het zal vast nog wel beter kunnen. Aan de andere kant, het is zeg maar een mening, dus kunnen mening echt beter. Goed, dit is mijn tierlist. 4 spelers in fenomenaal. Dankjewel voor het kijken naar deze tierlist video. Best een keer wat anders. Als ik nou echt een soort van fout heb gemaakt in jouw ogen, dan laat even een reactie hieronder achter. En ja, volgens mij heb ik een redelijk overzichtje kunnen maken. En nou, als je het leuk vond, dan like hem. Want aan de likes kan ik zien of ik misschien vaker tierlistjes moet gaan doen. Als er bijvoorbeeld, net zoals nu, niet echt content is of geen hele spectaculaire content op FUT. En trouwens, doe nog even mee met die mini giveaway op Instagram van die 10 euro PSN kaart. Dan win je die misschien nog. Zou leuk zijn. Dankjewel en tot de volgende. Hey, houden we.